Ze wonen al 10 tot 15 jaar in Nederland, maar kenden elkaar niet. Pas 2 jaar terug, toen de rellen in Kiev uitbraken, kwamen ze met elkaar in contact. Het gebeurde door de revolutie in Oekraïne. Toen het gebeurde, zoekten Oekraïnse mensen elkaar om iets te doen, om elkaar te steunen en Oekraïne te steunen. Dus we hebben via Facebook elkaar ontmoet. Freedom for Ukraine! De revolutie bracht de meiden bij elkaar. Ze ontdekten dat Nederlanders weinig van Oekraïne weten. Wat wij voornamelijk willen laten zien, dat Oekraïne een heel apart, mooi land is, onafhankelijk land is en dat bezig is om te veranderen. Ze zien het referendum als een uitgelezen kans om Oekraïne onder de aandacht te brengen en ja-stemmen te winnen. Want de nee-campagne vinden ze onfatsoenlijk. We geloven dat door onze tegenstanders heel vaak op emoties zien spelen en wij juist op het verstand, op informatie. Want we geloven informatie is de power. De vrouwen voeren enthousiast campagne, maar of het zal helpen? Het wordt bij mij altijd andersom. Als ik ja zeg, wordt het nee. Als ik nee zeg, wordt het ja. Dus ik zeg nee. Wat de uitslag ook wordt, ook na het referendum gaan de meiden door hun geboorteland te promoten.